Ik ben iets tegengekomen waar ik eigenlijk niet op zat te wachten. Nou ja, eigenlijk niet op zat te wachten. Ik had het niet verwacht. Dat is misschien het beste woord. Oké. De Cuphead Macintosh launch trailer voor Steam en GOG. Wat dit is, is voor alle duidelijkheid een hele leuke trailer. Ik ga het gewoon laten zien. Ik ga er niet eens over hebben voordat we de trailer hebben bekeken. Ik ga het gewoon even laten zien. Want dit is al heel erg leuk. Dat al sowieso. En het is voor Mac-gebruikers onder ons misschien ook wel even interessant. Cuphead en Crisp Apples with Mugman. Zie wat hier aan de hand is. Zie wat hier gebeurt. Cuphead en Mugman die even een appeltje aan het eten zijn. Tuurlijk. De normaalste zaak van de wereld. En dan komt er een man met een appelhoofd even naar ze toe. Mensen die bekend zijn met de Cuphead game, die weten wie dit is. Het is namelijk de man die, zeg maar, aan het begin van de game jou 3 munten geeft. Maar dat is niet eens het leukste hieraan. Want dat is het leukste namelijk is gewoon dat ze... Dat studio MDHR daadwerkelijk de moeite heeft genomen om een hele snelle short te maken van Cuphead. Ik snap niet waarom ze niet op hun kanaal gewoon hele Cuphead shorts maken. Dat dit puur en alleen gewoon is om eventjes aan te kondigen van... Yo, we brengen de Cuphead naar de Mac. Dat is het hele ding aan deze hele short. Ik snap niet waarom ze echt legit shorts maken. Wat serieus. Mensen willen dit geloof ik heel graag zien. Maar goed. Wat vind ik eigenlijk van het hele idee dat Cuphead naar de Mac komt? Ik weet niet wat ik ervan moet denken. Ik ben geen Mac gebruiker. Maar ik denk wel dat mensen die een Mac hebben. En die dit spel heel graag willen spelen. Geïnteresseerd zullen zijn in Cuphead op de Mac. Misschien dat mensen Cuphead wel kunnen gaan spelen door middel van Bootcamp. Want je kan namelijk Windows ook gewoon draaien op een Mac door middel van Bootcamp. Heb ik ooit eens een keertje ergens gehoord. En dan kun je dat gewoon doen. Of je draait het op VirtualBox of zo. Dat kan allemaal ook. En voor de mensen die niet bekend zijn met VirtualBox, ik kan het gewoon heel even snel laten zien. Maar is misschien wel even lachen. Want VirtualBox is gewoon een vrij simpel programma waar je een virtuele machine op kan gaan draaien. Er is momenteel een nieuwe versie van uit. Ik snap het allemaal wel, maar het is eigenlijk gewoon vrij basic. Het is een programma waar je een virtuele machine kan draaien van een ouderwets besturingssysteem. En ik gebruik het heel erg veel voor Windows XP. Mocht ik ooit eens een keertje iets hebben van, yo, ik wil een kindergame spelen. Dan kan ik gewoon Windows XP draaien op mijn PC. Ik heb er al een keer een hele tutorial over gemaakt en zo, maar blijkbaar heeft Studio MDHR er toch maar gewoon voor gekozen om Cuphead daadwerkelijk op de Mac uit te brengen. En dat gaan ze gewoon al even laten zien door middel van deze short. Hoewel deze title cards er een beetje veel te modern uitzien van wat ze normaal gesproken doen. Ik kan wel eventjes een trailer laten zien van de daadwerkelijke game. Want dat is wel even leuk om te zien. Volgens mij was dat deze, dacht ik. Was dat deze? Ik weet het niet eens meer, joh. Welke nou echt de officiële launch trailer was van Cuphead in 2017. Er kwamen volgens mij iets van 2 trailers of zo uit. Maar als het goed is, was het wel deze. Oh nee, dat was niet deze. Maar hij is wel leuk, though. Het is wel een leuke. Maar goed, dit is dus wat ze normaal gesproken doen. Dit is daadwerkelijk footage van de game laten zien. Maar ze hebben ook wel eens trailers gehad met hele toffe tekst die in beeld verscheen. En dat soort dingen. Dat hebben ze hier niet gedaan met de Macintosh trailer. Gaan ze wel doen. Wat ze wel hebben gedaan met de nieuwe DLC die uitkomt. Want ze zijn dus blijkbaar bezig met DLC. En daar hebben ze wel gewoon die tekst gebruikt. Dit vind ik gaaf. Dit vind ik tof om te zien. Zeker gewoon omdat... Kijk dan, dit is prachtig. Sowieso, ik vind handgetekende animatie in de stijl van de jaren 30 absoluut prachtig. En dit maakt het daar absoluut heel stuk beter op. Waarom bestaan hier geen shorts van? Studio MDHR.
please, maak hier gewoon een hele cartoon van, want dit is echt te gek. Mensen willen het zien. Please, breng het ons. Maar goed, wat vind ik van het hele idee dat Cuphead naar de Mac komt? Nou, ik vind sowieso de manier waarop ze het hebben gebracht heel vet. Dat heb ik al duidelijk gemaakt. Dit is gewoon een hele show. Oké. Even serieus nu. Wat ik tof vind aan dat ze Cuphead naar de Mac brengen, is dat ze daadwerkelijk blijkbaar open zijn om zich uit te breiden naar meerdere platformen. De uitgever van de game was Microsoft, even voor alle duidelijkheid. Een enorme concurrent van Apple. En blijkbaar vonden ze dus toch oké om Cuphead ook uit te brengen op Mac. Of misschien hebben ze daar weer een apart uitgever voor. Ik heb geen idee hoe dat allemaal zit. Maar het is in ieder geval heel erg tof om te zien dat ze dat hebben gedaan. In ieder geval, wat ik ook wel leuk vond aan deze trailer, is heel veel mensen in de comments die lijken zich te focussen op dit specifieke moment. Van, yo, I'll be seeing this in my nightmares tonight. Dat zie je heel erg vaak in de comments terugkomen. Is that the first thing you see when you enter hell? Studio NDHR should make a film, like if you agree. Ja, ik heb daar sowieso even een like op gegeven. Gewoon puur en alleen omdat ik vind dat Studio NDHR echt veel meer moet hebben met het talent dat ze hebben. The game didn't take this long to port. It just took them this long to make this short. Ja, vind je het gek als je alles met de hand moet tekenen? I wish it was coming to PS4 and Nintendo Switch. Het zou me niks verbazen, omdat NDHR dus open staat om hun game uit te brengen op veel meer platformen, want ze zijn al naar de Mac gegaan. Het zou mij helemaal niks verbazen als ze ook daadwerkelijk over gaan stappen naar de andere platformen zoals PlayStation en Switch. Want dat, dat zou wel heel erg tof zijn als ze echt voor alles gaan. Markman Mugman wants you to watch as he eats your brethren? Of zo? Geen idee wat daar staat. Oh, hey Mac. First Cuphead cartoon I see. Not counting the game. Nee, ik tel de game inderdaad ook niet als een officiële cartoon, inderdaad. Now the Apple guy is going to drink something in front of them just for revenge. Or just break a cup. Zoveel leuke kappers. Zoveel leuke comments. Zie je waarom er is zoveel potentie met deze characters? I am 100% sure that Apple's life is ruined. Leuk. How they're chewing is so loud even though their mouths are closed. Misschien was dat gewoon even om een beetje geluid op te vullen. Om gewoon even de game wat meer op te vullen met geluid. I desire more animated Cuphead shorts. Ik geef er een like op en ik beantwoord met we all do. Hoppakee. Dat is dan ook weer gereid. Rule 34 artist. Heavy breathing. That Apple guy was probably having flashbacks of when someone bit his head. Ja, dat zou zomaar kunnen. In the words of Mr. Krabs, what don't you understand about more? I like it, I like that SpongeBob joke. Oh my god. They do have necks. Ja, okay. Funny thing, bro, funny thing. Maar goed, dat was dus heel even mijn mening over de Studio NDHR Short Cuphead Magic Macintosh Launch Trailer. Het is niet eens een echte short. Het is gewoon meer een ding om even te laten weten van, yo, we gaan naar de Mac. En ik vind het vooralsnog heel erg tof dat ze dit hebben gebracht op deze manier. Het talent dat hierachter zit. Het verbaast me nog steeds dat het Studio NDHR
Het begon met twee gasten. Dat werden op een gegeven moment steeds meer artists, steeds meer codeurs. Volgens mij hebben ze dit laten coderen door één dude. Of één van de twee Moldenhauer broers hebben dit gecodeerd. Eén van de twee. Of tenminste de games, hè. Niet de short natuurlijk. Maar ze hebben wel een enorme groep aan artists meegenomen op deze journey. En het feit dat ze de stijl van de jaren 80 zo ongelooflijk goed weten na te bootsen in deze game. In de Cuphead franchise. Ik vind het geweldig. Ik sta er tot op de dag vandaag nog steeds ontzettend verbaasd over. Ik hoop ook oprecht voor hun dat ze nog zoveel meer super toffe support krijgen van de mensen eromheen. Hoewel deze short niet heel erg gek veel views heeft. Volgens mij heeft de trailer van de DLC wel meer views, of niet? Oh nee, ik had nog een pagina overstaan. Ja. Ja, het varieert echt heel erg qua views wat betreft de trailers. De launch trailer voor Xbox One, Windows 10 en zo heeft meer dan 500.000. En de trailer voor de DLC heeft echt 3 miljoen views. Zoveel mensen die zin hebben in de DLC. Ik heb in ieder geval zin in de DLC. Het komt pas in 2019, maar come on. Het wordt een super gave DLC. En ik kan niet wachten om... Om het daadwerkelijk te zien. Oké, ik heb de game voor nu wel genoeg gepraised. Ik ga het hier gewoon bij laten. Want ik ben echt een beetje te positief over Cuphead. Heb ik het idee. Het heeft me gewoon ontzettend weten te verbluffen van hoe ontzettend gaaf het eigenlijk is. En ik ben absoluut niet de enige daarin. Ik zie jullie in ieder geval hopelijk snel weer bij de volgende video. Mijn naam is Phoenix Star. Doe een like, abonneer, kom bij de notificatiesquad en dan gaan wij natuurlijk snel weer verder met de fantastische game dat heet Cuphead. Take care everybody.